We hebben het gehad over grip, de wijze waarop de club vaak wordt vastgehouden, sterk, neutraal of zwak. Ja, de beste manier om even een goede grip in te nemen, dat is de club hier in je vingers van je linkerhand te nemen als je rechtshandige speler bent. En dan zie je, mijn hand die hangt toch al een beetje naar binnen en dat is vaak de beste manier van grippen. Dus laat hem zo even links naast je staan, dan zie je dat de hand heel mooi op de club valt. Ja, en eigenlijk is dat ook voor je rechterhand wel hetzelfde. Je ziet die hand, die hangt toch een beetje naar binnen. Ja, en dat is toch de manier van beet houden. Samengesteld betekent dat dus dat die handen en die polsen dicht bij elkaar staan. Dus twijfel je aan de grip van je linkerhand of je rechterhand, doe dan even deze oefening. Hoe hangen je handen en hoe staat je hand op de club als je hem hier zijwaarts zet? Ideale manier om even je grip te checken. Dat is ook de meest natuurlijke manier.